Beste bakkers, wil je die finale halen, dan zul je dat echt zelf moeten doen. Maar er is echt iemand die je daarbij kan helpen. Ze is heel gedreven, ze is fel en staat echt op de strepen. Ze is de enige vrouwelijke sterrenchef van Nederland. Ik zou maar een heel groot applaus geven, want hier is Margot Reutte. Ze was de eerste sterrenchef in Nederland, vrouwelijke sterrenchef. Dus ik vond het wel cool dat zij kwam. Beste bakkers, want ik kom natuurlijk uit het Limburgse en wij staan bekend om de Limburgse vlaaien. Ik heb natuurlijk thuis ook al wat voorbeeldjes gemaakt, zodat jullie geïnspireerd kunnen raken. Wow. Echt, op dat teamblad, de meest coole vlaaien die je maar kon bedenken. Nou, dit was al af, hè? Ja, ja. Oh, fijn. Precies. Zie je? Ziet er goed uit, hè? Ja. Ja? Het is heel belangrijk dat het deeg heel mooi dun wordt uitgedraaid. Want als korst te dik is, is het natuurlijk niet zo lekker, hè? Ik wil jullie een bepaalde vlechttechniek even laten zien. Dus ik doe het onderlangs voor. Ja? Van buiten naar binnen. Mooi, hè? Zien jullie? Ja. Het is wel heel erg leuk en heel erg creatief, hè? Ja. Vijf legs. Vijf legs moet je altijd naar het midden toe. Steeds de buitenste. Ja, steeds de buitenste. We pakken de jam. Wat namelijk heel belangrijk is bij de jam, dat die wat verwarmd wordt. Wat krijg je dan gelijk? Dat de jam een beetje gaat meehelpen om het deeg te laten gisten. Je moet natuurlijk een lekkere vulling hebben. Ik denk wel dat dit al een beetje zo goed is, hè? Dat gaat echt heel snel, hè? Kijk, we doen de vulling er lekker royaal op, hè? Want daar houden we wel van, hè? En dan kun je dat fijn zo doen. Wat doe ik nu? Om een beetje te plakken, hè? Want eigeel is dan ook gelijk een beetje plaksel. Doe ik een beetje over de rand. Ja, want ik wil mijn vlechtje erop hebben. En deze ook. En we aan één de fijne en aan één de vijf vlechts. Ziet er wel leuk uit, hè?